Dan zijn we bij de stemmingen over het programma bestuur. Ik loop het even met u door. Motie 10 is ingetrokken, motie 31 ook, motie 4 ook. Motie 3 over het zitten en het nieuwe roken, die is blijven staan. Die gaat nu in stemming komen, stemverklaringen. De heer Van der Hoven. Ja, gezien de diversiteit in de sportieve aspiraties binnen onze fractie en het feit dat deze motie verder ook eigenlijk niets met deze begrotingsbehandeling te maken heeft, zullen wij verdeeld stemmen. De heer Selik, geldt het ook voor de Partij van de Arbeid? Ja. Het bewegende deel van het CDA. We zijn blij wie dat dan te weten wie dat zijn. De heer Selik. Nou, constaterende dat we het progressieve gedeelte van het CDA meekrijgen in onze motie, hebben we in ieder geval iets in beweging gezet, is het mooie winstpunt van de motie. Andere stemverklaringen nog? Niet nodig. Ik vraag de leden van de raad die voor de motie zijn te gaan staan. Voorzitter, dat brengt u een deel van mijn fractie ernstig in verlegenheid. Maar ik geloof in wonderen. GroenLinks is voor, de Partij van de Arbeid is voor, de VVD is voor. Welk deel? We zullen maar zeggen het staande deel. Ja, en Cecile, die zijn ook van het CDA is voor, VVD is voor, SP is voor, D66 is voor. Voor Tilburg is voor. De heer Van Aarle is voor. De motie is aanvaard.